Welkom bij mijn auditie rijden aan de Human & Horse Academy. Mijn naam is Saskia Gottenbos en ik doe de auditie samen met mijn PRA van 10 jaar, Far Nogal. Nogal is op 2,5-jarige leeftijd bij mij gekomen om samen de weg van het academische rijden te gaan volgen. Al snel bleek dat ik een behoorlijk karaktervol paard had gekregen. Hij heeft een sterke mening over de dingen, zoals bijvoorbeeld trailer laden, maar is altijd heel respectvol. Wij wonen hier in de bergen, in de vrije natuur en we gaan samen vaak op pad. Dit heeft onze band enorm versterkt. Tijdens het werken samen is Nogal altijd heel bereidwillig om alles te proberen wat ik voorstel. Nogal is een groot paard van 1,70 meter en ik ben zelf ook erg lang. Hij staat hoog op de benen en daarom is onze balans en evenwicht vinden onze grootste uitdaging in het werken samen. Hij is heel fanatiek en gooit zich er vol in, wat vaak maakt dat hij volledig voorbij het punt gaat waar hij moet zijn. Dan ziet het er op het eerste gezicht heel mooi uit, maar als je in de detail gaat kijken, zie je dat het erg schommelig en wiebelig en niet stabiel is. Hier zie je daar een voorbeeld van in de ramver. In het begin gaat het best aardig en in ene gaat hij zijn benen ergens zetten waar je ze helemaal niet wil hebben en dan wordt het heel lastig bij corrigeren. Ook in bijvoorbeeld de appiementen als hij ze inzet, komt hij heel snel met de achterhand veel te fanatiek naar voren. En je ziet dan dat de pirouette, dat het daarbij wel helpt, maar als je vervolgens de pirouette wil uitrijden, je in de problemen komt omdat hij te veel met zijn achterhand voor blijft lopen. We gaan nu beginnen met de auditie rijden. Hier vraag ik de stelling naar links en naar rechts aan. Hier verplaatsen we het zwaartepunt naar achteren. De verplichte onderdelen voor de auditie zijn in kleur opgenomen. De zwart-witbeelden geven het vervolg daarop aan waar wij nu mee aan het werk zijn. Met de schoolhold zijn wij lang aan het puzzelen geweest. Omdat Nogal zo fanatiek is, wierp hij zich naar achter, waardoor hij eigenlijk zijn rug wegdrukte in plaats van omhoog liet komen. Dit zijn we nu stukje bij beetje aan het verbeteren. Ook plaatst hij zijn achterbenen wijd uit elkaar om vooral maar zo diep mogelijk te kunnen gaan. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, hij moet ze netjes naast elkaar zetten en stukje per beetje gaat dat langzaamaan beter worden en gaat hij heel rustig het gewicht overbrengen naar de achterkant. Hier zie je hem vanuit beweging naar de schoolhold gaan en daar zet hij zijn achterbenen weer heel wijd neer. Daar zijn we nu momenteel mee aan het werk. Zijn middenstap begint hij mooi over de rug te lopen. Eerst liep hij erg krabbelig, maar nu begint hij mooie lange passen te maken en laat hij mooi zijn hals vanuit zijn schoft zakken. Het achterwaarts gaan was een hele uitdaging. In het begin, zoals je hier ziet, wierp hij zich gewoon naar achter en begon heel hard achteruit te lopen en zich ook weer volledig aan de voorkant op te krullen. Hier hebben we veel aan gewerkt en nu kun je zien dat hij veel rustiger naar achter gaat, de passen mooi afmaakt en een mooie open halshouding aanneemt. Ook hier is nog werk, maar dit is al een stuk beter. Omdat Nogal graag in de uiterste werkt, zijn juist de basisoefeningen zoals rustig stappen en de hals vanuit de schoft laten vallen heel erg moeilijk voor hem. Hij raakt dan zijn stabiliteit kwijt en zijn balans kwijt en daardoor is het heel moeilijk om hem regelmatig in de takt naar voren te laten lopen. Nogal heeft meer moeite op de linkerkant met de lengtebuiging als op de rechterkant. Hierdoor blijft hij er net tegenaan hangen, maar in dit beeld kun je zien dat hij mooi zijn hals vanuit zijn schoft laat zakken, waardoor hij met zijn binnenachterbeen beter kan ondertreden. En hier gaan wij vanuit de verzamelde galop naar een werkpirouette. Op de
rechterkant neemt hij nu wel gemakkelijker de lengtebuiging aan. Dat is eigenlijk door de jaren heen veranderd. Dit was vroeger was dit aan deze kant zijn moeilijke kant. En op dit moment is het dus de andere kant geworden. Hier gaat hij iets verzamelen vanuit stap. Het doel hierbij is dat hij natuurlijk mooi achteronder brengt, maar dat hij vooral ook zijn hals aan de voorkant niet te veel sluit. Hier zie je een draf dat hij heel mooi voorwaarts neerwaarts gaat en keurig de stelling in de buiging aanneemt. En voorheen kantelde hij heel vaak zijn hoofd en kwam zijn kaak aan de verkeerde kant naar buiten. In deze overgang naar de schoolhold zie je dat hij zijn achterbenen nu keurig naast elkaar plaatst. En we maken hier een overgang vanuit de schoolhold naar de galop. De schouder binnenwaarts is en blijft een hele moeilijke oefening voor ons. Het lijkt alsof het nogal hier heel regelmatig loopt en alsof het heel gemakkelijk gaat. Maar ondertussen moet ik heel veel kleine correctiesjes geven om hem zijn benen recht onder zich te laten plaatsen. Op de rechterkant is dat nog ietsjes moeilijker. En dan kun je zien dat hij af en toe weer een misstap maakt met zijn binnenachterbeen en voorbij het zwaartepunt stapt. Hier bijvoorbeeld. En hier weer. De oplossing daarvoor is hem nog iets minder schuin in te zetten, zodat hij zijn achterbenen recht naar voren kan blijven plaatsen. En dan zie je dat hij deze wat regelmatiger uitloopt. En ook in draf is dat hetzelfde beeld. Als hij iets te ver naar binnen komt, dan wordt hij onregelmatig. En hou ik hem ietsjes rechter, dan kan hij hem toch net iets beter blijven plaatsen onder het zwaartepunt, het binnenachterbeen. Zoals aan de beelden te zien is, is er best wel wat verschil in kwaliteit van werk tussen de linker en de rechterkant. Dit komt doordat Nogal natuurlijk een betere kant heeft en een slechtere kant, maar ik zelf ook. En als we allebei op onze slechte kant zitten, dan versterkt dat elkaar. De uitdaging die er nu ligt, is uit te puzzelen waar dit nu precies komt. Of het zit bij mij, of het zit bij hem en wat we daaraan kunnen doen. In de ravenna rechts vindt Nogal het erg moeilijk om in zijn linkerachterbeen te dragen en zijn balans te vinden. En daarom wijkt hij nog een beetje uit naar rechts. En hier gaat dat een stuk beter, zijn we een stuk uitgebalanceerder. Maar er zit nog wel wat werk in om hem beter in balans te krijgen op zijn binnenheup. Hier zie je in draf hetzelfde beeld eigenlijk, ook wat instabiliteit op die binnenheup. En bij dit beeld, bij wat latere versie, hebben we toch alweer meer onze balans samengevonden. En in de ravenna op de linkerhand vind ik het juist veel moeilijker om een balans te vinden. En dan zie je me ook naar de linkerkant overhellen, omdat ik niet goed mijn binnenheup kan laten zakken. Maar doordat je dat goed op film kunt zien, is dat heel leerzaam en dan kun je dus ook later dat corrigeren. En dan heb ik dit nu op de barebackbed gedaan, zodat ik echt goed mijn heup kan voelen en de heup van ook wel. En dan zie je dat het een heel stuk beter is. En ook in de draf kun je zien dat er een enorme verbetering is, omdat ik nu op de pad rijd en me ervan bewust ben dat ik meer in mijn binnenheup moet zakken. Het appiëren met aansluitend halve pirouette zijn wat lastig in mijn bak, omdat ik niet zo'n grote bak heb. Vandaar dat ik hem helemaal tot aan het einde loop en dan dat pas daar de pirouette doe om wat meer lengte te creëren.
deze oefening vergt heel veel balans en daarom is het natuurlijk ook meteen weer een lastige oefening voor ons. Ik moet nog wel daar heel erg goed in begeleiden en meenemen. En ik moet zelf ook goed blijven zitten, wat ik nog wel eens lastig vind. Wat ik heel mooi vind bij de gecombineerde oefeningen, is dat de overgangen van de ene oefening naar de andere oefening heel mooi gelijkmatig verlopen. Dat is iets waar we heel veel op werken, omdat ik vind dat echt dat er een bepaalde flow in het werk moet komen. En dat je dus niet een echte overgang moet zien, maar dat die eigenlijk heel gelijkmatig overglijdt van het een in het ander. Bij de appuiënten, aansluitend met de pirouette, kun je dit zien. Hoe je vanuit het appiëment de pirouette indraait en hoe je hem vanuit de pirouette weer meeneemt in het appiëment. Het appiëren in galop is een van de laatste dingen waar wij nu mee aan het werk zijn. En als ik het zo zie, samen met de pirouette, ben ik hartstikke trots op Nogal dat we al zover zijn en dat we het al zo goed samen kunnen doen. Het appuieren op de linkerhand is een van de oefeningen waarin allebei onze slechte kant eigenlijk naar voren komt. Ik heb moeite om goed te zitten en ook al heeft moeite met goed te buigen. Dat helpt elkaar niet echt en daarom is het ook heel lang heel moeilijk voor ons geweest. Als ik het nu zo zie, dan hebben we toch een heel mooi resultaat. Maar er liggen nog heel wat werkpunten wel voor ons beiden om dat beter te gaan krijgen. In de draf is het voor mij nog lastiger om met mijn binnenheup de binnenheup van Nogal te vinden. Maar ook op dit stukje hebben we een heel veel verbetering geboekt de laatste tijd. En kunnen we het toch mooi laten zien. En dan is het toch wel weer fantastisch om te zien dat Nogal dit pas sinds enkele weken in de galop aan het doen is. En dat hij dan toch zo heel goed de pirouette draait en ook weer meekomt. Dit is echt te danken aan zijn werkethiek. Hij zet altijd zijn beste beentje voor. De Spaanse pas heeft Nogal inmiddels ook geleerd. Hij kan hem in het klein en hij kan hem heel groot. Hij kan erin doseren. En dat wilde ik heel graag, zodat je het ook kunt gebruiken om de lichtheid in de stap te brengen. Of juist te gebruiken om meer schoudervrijheid te krijgen. En momenteel zijn we bezig om via de Spaanse draf eigenlijk licht aan de passage te werken. Dat is een beetje een gepuzzel voor ons allebei. Maar hij begint al aardig in de goede richting te komen. En zo hebben Nogal en ik samen ontzettend veel plezier in het werk. Om samen steeds weer iets meer uit te zoeken. Hij is heel erg braaf en bereidwillig om altijd maar weer met mij alles uit te proberen. Hij vergeeft mijn fouten. Het is echt een fantastisch paard. Dit is het einde van mijn allerlaatste auditie aan de Human & Horse Academy. Mijn dank gaat uit naar Greetje Hakvoort, die ons zo ver heeft gebracht.